Welkom bij Podium Bollestreek, een programma geheel in het teken van kunst en cultuur in de Bollestreek. Met gasten uit de wereld van theater en muziek, schrijvers en kunstenaars. In Museum Noordwijk is op dit moment een expositie van kunstenaar Leon Senf. En te gast is Toos van Maren. Ze geeft alvast een inkijkje in die expositie. En we hebben een muzikaal onderwerp met Patty de Visser en Angela Schotman over acoustic vocal choirs. En we hebben de rubriek De Reuzenbol van de Week. Maar we gaan beginnen met Toos. Van harte welkom, lid van de tentoonstellingscommissie van Museum Noordwijk. Ja. En je gaat ons de komende minuutjes een inkijkje geven in die expositie. We gaan plaatjes bekijken. Ja. En we gaan hem een beetje leren kennen. En we gaan zijn kunst leren kennen, bekijken. Ja. Niet alles, want je verklapt niet alles natuurlijk. Nee, en er is zoveel. Er is zoveel. En er is zoveel over hem te vertellen, want het is een veelzijdige kunstenaar. Ja. Maar de expositie heet Zijn Vrije Werk. Eerst even naar de kunstenaar zelf. Wat voor kunstenaar was hij? Het was een veelzijdige kunstenaar die eigenlijk zijn bekendheid meer heeft gekregen door zijn ontwerpen van de keramiek bij de porseleinen fles. En zijn vrije werk, dat is eigenlijk wat hij naast zijn inkomen deed. Want dat deed hij voor zijn inkomen bij de porseleinen. Ja. In Delft, hè? Ja, in Delft. En daarnaast heeft hij heel veel werken gemaakt en geschilderd en getekend. Lito's gemaakt, houtsneden, ook ontwerpen gemaakt. Dus daar is zijn veelzijdigheid in. We gaan even kijken naar de tentoonstelling, hè, het overzicht. Ja. Hoe kwam hij in Noordwijk terecht? Hij kwam in Noordwijk terecht omdat hij... Hij woonde in Delft, is hij geboren. Ja. Hij is toen naar Voorburg gegaan. En omdat hij al vaker in Noordwijk was geweest, heeft hij aan de Duinweg, heeft hij daar in een huis gewoond. En later heeft hij een huis daar gebouwd, laten bouwen. En dat heette El Kappa. En El Kappa, dat zijn dus de letters van hem, zijn vrouw, Elisabeth, van hemzelf, de L, Leon. En dan Albert, of Katrina, Albert, El Kappa, Piet. En Attie. En het huis is er nog steeds? Ja, het is er nog steeds. En ook in het huis is nog te zien El Kappa. Ja, dat staat voor aan de gevel, maar ook aan de zijkant van het huis, daar is dus een gevelsteen, wat hij dus zelf gemaakt heeft en wat er nog steeds in zit. Ja, dat laat ze erin zitten natuurlijk. Dat hoort gewoon bij het huis. Is die steen bijvoorbeeld, de foto ervan bijvoorbeeld, ook te zien in de tentoonstelling of dat niet? Nee. Dat niet. Maar wel op de film. We hebben de filmgroep heeft een film gemaakt. Ja. En daarin is ook het huis te zien met daarin de gevelsteen en de naam van het huis. Okay. En men kan dat nu nog steeds zien. Mooi. Als men op de Duinweg rijdt. Je hebt ook een boekje mee. Dat kun je kopen in het museum. Laat het even zien bij jou in jouw camera dan. Ja. Leon Senf. Dit is een boekje dat is samengesteld door Aleid Matser en door mij. En dat heeft Klaas Stuifberg heeft dat mooi in elkaar gemaakt. Ja. En hier staat dus gewoon deels allemaal de dingen in van de expositie. En als je hem open doet, dan zie je op die eerste pagina, of de tweede, zie je hem. Ja. Maar op de tweede zie je een meisje uit Marken. En daar komen we zo verder daar over te spreken. Daar komen we zo over op terug. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Oké, dan gaan we naar het volgende plaatje. Want dit is wat heel veel mensen wel kennen, hè? Ja, er wordt gezegd dat het bij bijna iedere Noordwijker wel aan de muur hangt of heeft gehangen. Ja. Je ziet het beeld van de boulevard. Dat is een tekening die heeft Leon Senf gemaakt. En dan vraag je je af, maar hoe heeft hij dat dan kunnen doen? Want vanaf zee, nu heb je dus een mobiel dat je een foto vanaf zee kan maken. Ja. Maar dat is dus gedaan door Rudolf Tappenbeck. Oh. Die had dus een boot. En die wilde dus eigenlijk zijn gebouwen wilde die promoten. En toen had hij aan Leon Senf gevraagd, wil jij daar een tekening van maken? En dan prominent wat naar voren, dus Huis ter Duin. Ja. Dus hij heeft schuddend op een bootje het zitten tekenen, als nee, het ware? Nee. Het is getekend en aan de hand van de tekeningen met de nummers erbij, welke gebouwen dat allemaal zijn,
kregen Leon Zennef dus de opdracht om dat dus dusdanig te tekenen dat die gebouwen van Rudolf Tappenbeck, ja, dat die wat meer prominent erop zouden komen staan. Alleen dat heeft hij dus niet gedaan. En het grappige is, hij heeft zelfs twee extra dingen erbij gezet. Ja. En dat is misschien nu niet zo goed te zien, ja, maar helemaal links, daar zie je de vuurtoren. Ja. En iets naar rechts toe, op het strand, daar heeft hij zichzelf als schilder neergezet. Oh, wat leuk. En daar gaat vlak achter hem gaat een wielrenner op een fiets. Zo. Ja, dus het is... Zo. Ja, ja. En welk jaar spreken we dan ongeveer over? Wanneer leefde hij? Hij is geboren in 1860 en in 1940 is hij overleden. Even voor het beeld, hè? Ja. Rond de eeuwwisseling, zullen we maar zeggen. Ja, zo rond 1918 is hij naar Noordwijk. Ja, dat zijn dus de dingen die echt... iedereen herkent dit bijna. Ja, want er is een nieuwe versie later gemaakt door John Asselbergs, hè? Zo'n hele lange... Ja, hij is ook, later is hij ook voor in het kleur, daaronder is hij in het kleur afgebeeld. Ja. En John Asselbergs die heeft hem dus als foto echt laten. En die zie je nu ook hier en daar. Ja, hangen ja. Maar je hebt hem dus in de hele grote versie en je hebt hem ook in een kleine versie. En ik, soms kom je hem nog wel eens tegen. Maar hij was dus de eerste in de opdracht eigenlijk van Tappenbeck. Ja, ja, hij heeft het niet zelf bedacht dat hij daar een pren van zou maken. Nee. Maar hij hangt in het museum. Hij hangt zeker. Dan gaan we verder kijken. We verder kijken. Wat zien we hier? Nou, daar zijn Leon Zennef, die was van jongs af aan was die helemaal gek van tekenen. Hij was echt overal waar hij was nam hij zijn schetsboekjes mee en een potlood en dan ging hij tekenen. En hij had dan een favoriet plekje en dat was eigenlijk achter een moestuin, achter een hek en daar zat hij dan te tekenen. En hij heeft heel veel schetsboekjes. En zoals je ook kunt zien, ieder ruimtetje werd gebruikt op het papier. Ja. En niet alleen op papier, maar ook op de schilderijen. Want op die eerste foto die je er net zag van het overzicht, daar zag je prominent vooraan zag je een schilderij. Maar dat is het leuke ervan. Wij hebben dat schilderij niet aan de muur gehangen, maar juist in het midden dat je er omheen kunt. Want aan de achterkant is een verrassende afbeelding te zien. Oh, oké. Daarom hangt hij niet aan de muur, maar daarom kun je er omheen. Ja. Want hoe komen jullie aan al deze werken? Wij hebben van Wouter Zennef, dat is een achterkleinzoon, hebben wij schetsen gedoneerd gekregen. En dat waren 225 schetsen. En wat doe je daarmee? Ja, nou, ze hebben een hele tijd in het depot gelegen. En wij vonden dat we dat werk nu eens moesten laten zien. Niet het keramische werk, want dat hebben wij in 2008 of 2009 hebben wij dat al laten zien. Maar nu echt deze werken van Leon Zennef. Het onbekende werk eigenlijk, althans het meeste. En hij heeft zoveel gemaakt. En dat wilden wij graag laten zien. En dat hebben wij in deze expositie, hebben wij dat allemaal. Mooi. Het vrije werk, zo heet het ook. Ja, ja. Dan gaan we verder. Kijken naar werk van hem. Hier zie je dus, we hebben het in thema's gedeeld. Ja. En die thema's, dat is dus de landarbeiders, zijn reizen naar het buitenland. Maar ook van Noordwijk, wat hij daar gedaan heeft. En ook de Zuiderzee, langs de Zuiderzee. En hier zie je dus afbeeldingen, aquarellen van Urk, Marke. En het leuke was dat... Er hangt daar een portret van een man. Ja. Dat is een man van Marke. En daar hangt en ook dat meisje naast, hè, wat je net in het boekje liet zien. Die man, dat is Jan Moenes, dat staat er ook boven. Op een leeftijd van 44 jaar. En ik dacht, wie is Jan Moenes dan? Ja, ja. Dus ik ging dat opzoeken en ik kom tegen in een katholieke illustratie... kom ik een foto tegen met de volksschilder Jan Moenes van Marke. En hij staat daar afgebeeld met in de deuropening achter een hek, een schot, zijn moeder. En toen dacht ik, joh, dat is dat andere beeld. Wat blijkt nu? Er zijn mensen in het museum geweest van Marke. Die hebben dat gezien. Die hebben dat aan iemand doorgegeven. Jan Schild is dat. Ja. En Jan Schild heeft met ons contact opgenomen van... Goh, jullie hebben daar prachtig werk van Jan Moenes. Ik heb een paar jaar geleden een boek geschreven over deze Jan Moenes... die op Marke heel beroemd is geweest. En nog.
Want er zijn heel veel klompen. Hij deed de houten kapdozen beschilderen. Hij was daar, laat maar zeggen, de kunstenaar van Marken. Ah. En het leuke is dat de mensen van Marken ook bij ons in het museum zijn geweest. En die hebben dat dus allemaal op Facebook gezet. En zo is er een balletje gaan rollen. Dat Jan Schildt heeft dus de afbeeldingen ervan ontvangen. Om dat in zijn archief te kunnen gebruiken. En we hebben een heel goed en leuk contact. Wat ja, leuk. Ja. En ook dat het dus daadwerkelijk de linker afbeelding van die vrouw die daar in de deuropening staat. Dat is dus echt daadwerkelijk de moeder van Jan Moenes. Ja, wat ja. Mooi. En zo kom je dan hele leuke verrassende dingen tegen. Ja, ja. Prachtig. Ja. Mooi verhaal. Mooi verhaal. Goed, dan gaan we door naar een volgende plaatje. Ja. Want wat zien we hier? Een boek met een kraai. Ja, een boek met een kraai. Dat is het boek van Mea Verwij. Die lag op een ziekbed en die heeft een soort fictieve vriend. En dat is die kraai. En die komt bij haar op bezoek. En die flirt haar op omdat zij pleuritis heeft. En dat boek is geïllustreerd door Leon Zenef. En dat zijn prachtige tekeningen binnenin met ook herkenbare beelden van Noordwijk erin. Oh. Ja, ja. Maar had hij wat met natuur? Want hij schildert dus mensen. Hij ging die steden rond de Zuiderzee af. Zuiderzee, ja, maar met de vissers. Maar schilderde hij eigenlijk alles? Zijn voorliefde, dat was eigenlijk de landarbeiders. De zaaiers, de maaiers, de paarden. Er zijn verschrikkelijke mooie etsen en verftekeningen van paarden. En daarin zie jij dus de liefde voor de natuur. Ja. Ja. Maar ook de wilgen, knotwilgen. Hij heeft prachtige knotwilgen. Oh, heeft die. Ja, ja, die zijn ook op de expositie te zien. Ja. Ja. En ook het werk van die kraai. Hij heeft ook kraaien in een knotwilg. Hij heeft ook landschappen heel mooi gemaakt. Echt fantastisch. Maar wat zo mooi is, dat je zegt, hij op dat lange schilderij van Noordwijk zet hij zichzelf en een fietser. Hè, dus de mens en het landschap eigenlijk gecombineerd, zou je zeggen. Hè? Ook. Ja, maar ik weet niet of het van hem eigenlijk een beetje een soort van steekje was. Een plagerijtje een beetje? Denk ik. Ja, ik weet het niet zeker, maar ik kan me er iets bij voorstellen dat hij dacht van, ja, sorry, maar ik doe even... Het gaat ook om... Ja, want er staat een schildertje met een... Hij staat als schilder met zijn schilderezel. Met zijn ezeltje, ja. Mooi. Ja. We gaan nog even verder kijken. Ja. Ja, we proberen altijd de expositie door te laten trekken naar de afdeling textiel en sieraden. En hier zien jullie een schilderij van de schaapscheerders, waar hij ook heel veel werken over heeft gemaakt. En je ziet daar de schaapscheerders en daarvoor op de grond staat een spinnenwiel. Ja. Met dus een vrouw die daar de wol spint. En Sjaan van Kekeren heeft daar een prachtige tentoonstelling weer gemaakt. Van alles wat met wol en breien te maken heeft. Want ja, dat werd natuurlijk vroeger huisvlijt. Dat, ja. Daar bestond natuurlijk de dagelijkse bezigheden mee. Ja. 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 En dat laten wij dus boven op de middenzolder laten we dat daar zien. En wat heeft dat kunstwerk dan daarachter te zeggen? Welk kunstwerk bedoel je? Het kunstwerk aan de muur is dus... Dat is een werk van Leon Zenef. Die precies, heeft dat gemaakt. Die combinatie maken jullie. Ja, en dat is dus gerelateerd aan al dat breisel, de breiwerken wat daar tentoongesteld wordt. En dan gaan we nog meer breiwerken bekijken, want er hangen in dat museum, achterglas, hangen die even eentje verder. Ja, deze... Deze. Nou, dit is een kleine stuk uit de vitrine en er werd dus werkelijk van alles gebreid. Er werden van ondergoed tot aan beddengoed. Badpakken zelfs. Ja. Lekker zwaar in het water. Lekker zwaar, ja. Ja. Maar dat niet alleen. Maar ook mouwwarmers. Oh. Ja. Heel grappig. Die had ik nog... Ik wist zelf. Ik wist wel van beenwarmers. Maar nee, mouwwarmers. Ja. Okay. Ja. Dus dat is daar allemaal ook te zien. En de attributen die men daarbij gebruikte. Zoals de stoppaddenstoelen en de stopeieren. Mooi. Ja, want de sokken werden gestopt. Hè? Ja. Gaatjes werden dichtgemaakt. Er werd niks weggegooid. Nee, absoluut niet. De zuinigheid met vlijt. Ja, hè? Behoorlijk. Ja. Ja. Dan gaan we dus eentje terug de foto bekijken van deze. Ja, wat zien we hier? Ja.
In de Blauwdottenzaal staat in het midden staat een grote vitrine. En daar liggen dus verschillende schetswerken in. En kleine werkjes, waaronder dus ook zijn ex-libris. Die zit onder die landarbeider met dat blauwe hemd op zijn hurken. Daaronder zie je dan een leeuw die hij gemaakt heeft. Dat is zijn ex-libris. En daarnaast heel klein voor Albert Verwij. Oh. Want ja... Hij had zijn dochter is getrouwd met een zoon van Albert Verwij. Dus die Jan Verwij. En die hebben daar dus samen dan... Aangetrouwd familie geworden. Ja, dus. Ja. Maar je ziet ook bijvoorbeeld... Ja. Dat is jammer dat je dat niet even meer wat in beeld zou kunnen brengen. Maar naast die onderaan, daar zie je een man met een baard. Ja. En daarnaast, daar zie je een man. En daar staat een heel leuk tekstje staat daarop. Ja. Dat is hij zelf toen hij zijn werk bij de porseleinen fles overliet aan zijn zoon. Okay. Ja, heeft daar zijn werk over genomen. En daar heeft hij een heel leuk klein tekeningetje van gemaakt. Ja. En er staat zoiets leuk. Moeder vindt het maar griezelig. Dat staat daar heel klein onder. Dat is heel grappig. En wat vindt ze griezelig dan? Ja, waarschijnlijk dat hij dat overgeeft aan zijn zoon. Want hij gaf er ook les in, toch? Ja. Hij heeft diverse mensen in het atelier. Want hij was ook chef de atelier van de porseleinenfles. Daar heeft hij heel veel mensen daar begeleid en onderricht gegeven in het porselein, dat ze beschilderen. En weet jij van mensen die les van hem hebben gehad? Zijn dat bekende mensen? Nee, dat weet ik niet zo. En hangt zijn kunst ook nog überhaupt in Noordwijk? Bij mensen in huis? Of? Dat zal, maar ik weet zeker dat, om maar even aan te geven, het Vredespaleis, daar heeft hij zijn ontwerpen. En dat is allemaal daarin. Hij maakte niet alleen op doek en op papier, maar ook in keramiek en in ornamenten. Oh. En het Vredespaleis, ja, daar moet je gewoon... Ik ben er zelf nog niet geweest, helaas, maar dat gaat komen. Ja. Maar als je daar dus bent, je weet, prachtige dingen kom je tegen van Leon Senefse ontwerpen. Okay. Ja. Hij is niet in Noordwijk gebleven? Nee. Zijn vrouw overleed. Die is hier begraven. Hij is toen naar zijn dochter gegaan in Schorrel. En hij is nog wel even terug geweest. Maar voor een jaar. En toen is hij dan voorgoed naar Noord-Holland gegaan. En daar is hij ook overleden. Ja. En hij was toch wel sociaal arm. Omdat hij doof was. Oh. Ja. En dat vond hij heel erg. Want hij had daarom niet zoveel contact met medekunstenaars. Ah. Ja, dat heeft hij ook geschreven. Hij heeft een brief geschreven aan Albert Plasgaard. Ja. Dat was toen in die tijd een hele bekende kunstcriticus. En hij heeft een brief geschreven waarin hij dus uitlegde dat het hem zwaar viel dat hij doof was en daarom niet zo contact had met zijn medekunstenaars. Ja, ja. En toch heeft hij die kunstenaar uit Marken vast weten te leggen. Ja. Dus er was toch een soort van contact dan. Ja, maar ik denk ook dat langs die vissersdorpen, daar werden ook heel veel typerende figuren werden daar vastgelegd. Ja. En ik weet ook dat een heleboel mensen daar zich heel makkelijk voor leenden. Dus bepaalde vissersvrouwen, ja, die stonden bij iedereen bij wijze van spreken op het schilderij. Met die mooie kleden erachter natuurlijk. Ja, schitterend. Ja. Schitterend, die kleurrijke. En dat komt ook weer allemaal terug in het werk van Leon Senf. Ja, mooi. En het mooie is, hij heeft paarden geschilderd, getekend eigenlijk. En hij heeft een heel klein kleuraccentje gegeven aan een stukje achter van het gareel. Dat is dat ding wat ze om de nek hebben, de paarden om te trekken. Ja. En dan is dat bijvoorbeeld heel lichtgeel gemaakt. Of op een schilderij waar vier paarden lopen met een boerin en een boer. En die boerin heeft die dan het hoofddoekje rood gemaakt. Dat is heel grappig als je dat van die ziet. Kleine details, hele kleine die dingetjes. Net wat speelser maken. Ja, ja, ja. Dat deden meerdere schilders. Dat werd vaker beetje gedaan. Beetje opfleuren als het ware. Nou, ik weet niet of het opfleuren is, maar waarschijnlijk misschien toch een soort van punt dat je in ene daar naartoe getrokken wordt. Ja, ja, ja. Een manier van kunst maken.
zou je kunnen zeggen. Ja, misschien wel. Ja, jij zit in die commissie, jij weet er alles van. Nou, dat denk ik niet. Ik weet veel, maar niet alles. Echt niet. Nee, want er zijn steeds weer ook nieuwe dingen die je weer tegenkomt. Ja. Gelukkig maar. Ja, ja zeker. Ja. Tot wanneer is deze expositie te zien? Die is tot 22 september te zien. Ja. Dus we kunnen nog even. Zeker. En ik zou het ook zeker doen. Want ik denk dat je deze werken niet meer in deze hoedanigheid meer te zien krijgt. Zoals nu de expositie is ingericht. Waarom niet? Het is heel veel. Ja. We hebben die 225 werken, daar hebben we een selectie uit moeten maken. Nou, dat was al best wel veel werk. Want wat wil je laten zien? En je moet kijken, hoe is de conditie van het werk? Want er zijn ook werken gerestaureerd, echt. Dat wordt ook gedaan. En dan moet je wel goed beseffen dat je alles weer, wat je nu hebt laten zien, daar gaan weer jaren overheen voordat je het weer laat zien. Dus ik zou zeggen van, kom zeker kijken. Museum Noordwijk. Ja. Tot slot kunnen we even kijken naar een trailertje. Ja. Van het hele werk en het museum. Ja, en dan heeft de filmgroep weer prachtig gemaakt. Een uitnodiging mensen om naar het museum te gaan. Zeker, zeker. Om ze warm te maken en uit te nodigen. Ja, en het is ook best wel belangrijk dat je het erfgoed van Noordwijk, dat je dat toch een beetje laat zien. Laat zien en koestert. En bewaard. En dat doen jullie. Daar doen wij ons. Ik dank je dat je hier was, Toos. En dankjewel. We gaan nu naar de Reuzebol van de week.